Ongeveer een half jaar geleden heeft Shigeyoshi Tanaka van de Marucci Koi Farm mij in contact gebracht met Rafael. Toen nog gewoon Rafael. Hij vroeg mij om een aantal vissen naar Griekenland te transporteren. Van Japan naar Griekenland. Dat duurt ongeveer 56 uur. He, dat gaat via Dubai. De dozen blijven dicht. 56 uur in de doos is extreem lang. Als de vissen vanuit Japan naar Nederland gaan, dan is dat ongeveer 32 uur. En wat we dus ook wel vaker doen voor dealers in Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, Italië, is dat wij eerst de vissen een dag of 2, 3, 4, 5 opvangen in onze quarantaine, speciale quarantaineruimte. En dat we daarna de vissen weer inpakken en dan doorsturen voor de plaats, de eindbestemming. Ik had Rafael zijn nummer gekregen, hij de mijne. En hij heeft nog een aantal vissen geselecteerd voor bij andere kwekers. Die heb ik samen met hem geselecteerd en nou, dat was hartstikke leuk. Pas toen ik bijna aan het einde was van mijn trip in Japan, werd duidelijk dat Rafael niet Rafael is, maar vader Rafael. Vader Rafael woont in dit schitterende klooster. Dit is het Fatopedi-klooster op Mount Athos. Dat is een schiereiland waar je niet met de auto op kan. Hè? Dus niet kan bereiken. Je moet met de boot. Schiereiland. En al 1000 jaar zijn hier 20 kloosters. Waar alleen mannen mogen komen. Dus dit eiland is geen vrouwen. Al 1000 jaar. En je ziet aan dit klooster, dat is beïnvloed door de ridders. Ze hebben natuurlijk ook aanvallen gehad van de Turken, van alles. Dit is eigenlijk een soort kasteel. Hij woont hier samen met ongeveer 100, 122 andere monniken. En daarbuiten is er nog een klein dorp, kan je het bijna wel zeggen. Eigenlijk is het in zijn totaliteit een klein dorp. Maar er zitten hier ook nog de werklui. Er wordt hier heel veel gewerkt aan dit klooster. Het wordt schitterend. Het is al schitterend mooi. Het wordt steeds mooier gemaakt. En zo ook de vijvers. Toen we hier aankwamen, toen Marco en ik, toen we de vissen kwamen brengen, hier aankwamen, stonden we natuurlijk enorm te kijken naar een soort avontuurlijke reis, kuifje naar Griekenland, kuifje naar Fatopedi. Vol verwondering kwamen we hier aan en zagen twee schitterende vijvers. Eén van 178 kuub op dit moment en één van 42 kuub. De vissen gingen de quarantaine in, de professionele quarantaineruimte. En wij zagen eigenlijk direct al bij het bekijken van het filter van dit lijkt wel aangelegd of dit is aangelegd door een zwembadbouwer. En dat heb je natuurlijk heel veel zwembadbouwers hier in Griekenland. Niet zozeer op dit eiland, maar wel aan de overkant. En het zijn allemaal zandfilters. Dus het waren drie grote zandfilters met drie pompen, 2,5 kilowatt per stuk. Allemaal kleine leidingen als aanzuigleiding. Dat was eigenlijk wachten op problemen. En vader Rafael heeft mij toen ook gevraagd, wil je nadenken over een ander filtersysteem? Dat hebben we gedaan en ik ben nu hier om dat filter aan te sluiten. Het is een trommelfilter van Red Label, de 7500. Daar hebben we het nu even over de grote vijver. De 7500 en daarna hebben ze hier gebouwd van RVS een toren van 3,5 meter hoog. 31 bij 31 bewegend bedfilter. Daar komt 1500 liter helix in. Dus het gaat de trommelfilter in, helix toren in en daarna gaat het met het beest. Met de pomp gaat die weer terug. En de pomp, ik noem het wel het beest, maar die doet 10 keer minder wattage
dan de pompen die er al waren. Dus het is nu één pomp en een klein pompje. Maar de grote 50 watt. En die stuurt nu de hele vijver aan. Dan moet je je voorstellen dat deze, het dorp, en het moet allemaal energie kost dat natuurlijk. Dus dat is mooi dat we hier hebben kunnen besparen. Ik ga je het filter laten zien. Je zal niet zo heel veel monniken zien, want ja, die mannen die hebben natuurlijk gekozen voor een besloten leven. Maar het gaat om de vissen en de vijver. Kom, we gaan kijken. We gaan lachen. Zie je dat niet? We zijn onderweg naar Thessaloniki. Zijn we dan? Dus eerst, volgens mij is het de monnik, jongens. Oh nee, toch niet. Het is Kees. Wij zijn met z'n tweeën. Te weinig baard. Te weinig baard. En te kleurig. Even kijken. We zijn hier bij de lege vijver. Met de nieuwe roosters. Alles was hier heel fijn. Dus de terugvoer. Sowieso is het een uitdaging hoor. Het is allemaal 63. Alleen. Daar hebben we een hoop en dat is de 160 mm buis. Maar deze bodemdrainroosters hebben we erop gezet in plaats van, je ziet ze nog in het mandje liggen, de plastic roosters met wat sleufjes. Twee bakjesjouwers die we erop gaan zetten. Die gaan we nog bestickeren, zodat je ze minder goed ziet. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En we zitten eigenlijk een beetje te wachten op dat wat je daar gaat hangen. Is een bewegend bed filter. Dus dat wordt doorgaat, zeg maar. Bewegend bed filter en de twee nieuwe trommels. Dus we gaan even kijken. Jongens, hebben jullie wel eens met zo'n uitzicht een filtertje geïnstalleerd. Oei, oei, oei. Oké. Anders ga je gewoon dat trommelfilter staan. Zo, hier gaat het bewegend bed in. Net een gaatje gegraven, gezaagd, gesneden zelfs. Dit is het bewegend bed voor één vijver. En 20-31 breed, 3 meter hoog. Oei, oei, oei. Kijk, het voordeel van dat je niet een combinatiefilter hebt, maar gewoon los je bewegend bed, is dat je het filter zo groot mogelijk kan maken. Μεγαλύνω
warm. Soms vraag je ook wel eens af, sta ik hier veilig? Yeah, we can do the drum filter, we can just adjust it. Oh yeah. Oh. That is was a drum filter, of an... Omdat de legendarie natuurlijk niet de pomp in mag gaan, gaan we in op de laatste vier doorvoeren. Gaan eigenlijk een beetje zoals je een zijdrain maakt. Dus een bocht naar beneden en een centimeter boven de grond, boven de bodem. En stop de leiding. De legendarie kan er niet in, maar het water wel. Dus dat gaan we doen. You see your red? Yeah, stop. It's wrecked on wreck. Yeah. Okay, bye bye. No, don't say bye bye. I'm gonna go into the cooker. Cooker. Machine cooker. No, it's quite cool in here. Well, for the time being. Oi, oi, oi. Whoa. At least 3 meters depth. Wow. Wat een beweging bed, jongens. Hey. Nou, hier ga ik die bocht op doen. Dus hier de bocht op. Dan kunnen de bewegende helix kan er niet in. So please give me the bends. Okay, 1 minute. Dat is gewoon yes. De meter. I don't know where that is. You want the meter? De metro? Egine, 1 minute. Let's wait for Stefan to tell us where he wants to hold. De trommelfilter zit aan met 4x110 aan het bewegend bed. This is Nico. This is the boss of the monastery. Nee, Nico helpt. En dat is een kei van een kerel. Yes. Zeker een kunstwerk. Bij een mega bewegend bedfilter hoort natuurlijk ook meteen een mega grote schijf, hoe heet het, bewegend, heel veel lucht. En nou ja, voor de mensen die ons echt alle filmpjes volgen. Ik had natuurlijk vorige week de test met de budget schijven en de duurdere schijven. Dit zijn er nog de duurdere schijven, want deze waren al onderweg naar Griekenland. Maar met 10 schijven wordt dit een heel gaaf bewegend bed. Dit is de 160 mm leiding die voor een gedeelte naar het riool gaat. Die wordt regelmatig geopend. En voor een riool is het niet open leiding, dus het staat leeg. En de linker opnieuw op het beeld die gaat naar het filter toe. Samen met de andere 110. Hè. Dus dit is wauw. Μακάρια μου μιένω το
Jeetje, wat een verschil. Dat ziet er echt gaaf uit. Ja. Nou, toch? Net dat er een rotsblok staat. Ja. Nou, we hebben een tafeltje alleen deze reserveren. Het is ook een voordeel als je iets te laat bent. We mogen alleen eten, wel met een lekker muziekje op. Dat is de muziek wat er in de kerk nu gespeeld wordt. Top 40. Aan het visser zelf. Nou, de volgende morgen. Mijn microfoon ligt nog boven, maar jullie kunnen me vast nog wel verstaan. Vandaag de grote dag. We gaan de pompen aansluiten en alle terugknopen op leidingen. Natuurlijk zo ruim mogelijk, hè? Dus allemaal op 110. En dan gaan we de 5 vullen. Dus het wordt echt een hele. Het wordt een hele gave dag. Om je een idee te geven, hier is het. Je ziet eigenlijk tegen die bosjes, achter de bosjes, maar de hoogte van de muur. Dat is het vijverwaterniveau, 5 centimeter eronder. En dan loopt het hier helemaal door het pad heen, door het pad heen. En dan gaan we hier dus heel even naar beneden. Kijk, zo. Hier gaat de 110 leiding en die gaat dan door het gat heen naar het filter toe. En dan de andere leidingen gaan gewoon binnen het huis. Ja, het is dus best een dingetje. Kijk eens even. Het wordt een mooi systeem hoor. Ja. Graag hoor. We hebben een nectarinepauze met andere woorden. We krijgen lekker fruit. Het is net aangekomen voor het land. En nu. De pomp. En de pomp. Op de grote leiding. Ja, ik snap heus wel dat je normaal gesproken met grote leidingen terug, maar dat kan hier niet. We zitten hier, je kijkt hier tegen een muur aan van 1200 en jonger, maar ook nog ouder ook. Daar willen ze niet doorheen geboord hebben. Dus ja, we moeten het doen met de leidingen die er liggen. Dat gaat goed. En nu dus de onderste leiding. Dat is nog een leiding die we kunnen hebben naast de 160. Die dan hier zo omhoog naar het filter gaat. Om een idee te geven, dat is dus het waterniveau, jongens. Daar waar die trommelfilter staat, is dus staat hoog. Hè. Dus hieronder heb je het pompgedeelte. En met zandfilters, sorry, ik ben aan het schudden, maar met zandfilters kun je dat wel doen. Maar wij moeten hier naar boven. Bijna klaar. De PVC man. Die maakt daar de aanzuiging. Zo, die slang is erop. Nou, je zie je bijna niet als je van afstandje met het stenen bakje sjouwen. We hebben ze natuurlijk in kunststof, maar ook in RVS. En nu ook in steen.
Kijk eens even. Helemaal klaar. Afgezien van een stofzuiger en een bezem en een oplader. Alles klaar. Alle doorvoeren zo groot mogelijk. De skimmers zo wijd mogelijk gedaan. Ja, ik zie ook met jullie dat het smalle leidingen zijn. Maar ja, dat zit nu in de betonnen bak en de betonnen muren waar we echt niet meer doorheen mogen. Maar ik denk dat we een heel eind komen. Want we hebben dit monster. En dat wordt nog. Gaan ze nog schilderen, maar we gaan eerst poeroef draaien. Dit monster is de 160 doorvoer. Dus dat wordt echt helemaal te gek. We zijn nu aan het filmen. Ik moet mijn bril op doen, want het is hier zo verschrikkelijk heet en zo zonnig. Het eerste water sinds de verbouwing, de grote verbouwing. Met een brandslang die aangaat, maar dat moet natuurlijk best een hoog poosje werken voordat die lopen, voordat die vol is. Want het is 100, ik denk 180 kuub. Maar we gaan het zien. Oké. Hij vult lekker. Het is met een brandweerslang, maar ja, je ziet het. We zijn nu 3 uur verder, misschien wel 4 uur, nee 4 uur verder. En ik denk dat hij nog niet eens vol is, kijk. Hij is nog niet eens vol. Er zit dus 50 centimeter verschil tussen de ene kant en de andere kant. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi voor het vuil. Het duurt dus hartstikke lang, dan denk je van even snel vullen, maar dat gaat zo niet. Dus morgenochtend gaan we proef draaien. Ja, dat gaat lukken. We gaan zo nog even met de auto een rondje rijden. Komt Kees dan. Klaar om terug te gaan naar de aarde, Kees? Have a good journey, Kees. Okay. Goodbye. Come back again. Hey, hartstikke bedankt. Hij hoort van pak. Goed. Geef me even een belletje als je er bent. Ja. Je hebt een 5 minuten. Ik zal af en toe even waar ik zit en hoe het gaat. Ik weet het wel. Af en toe gaan zitten? Nee, dat niet. Nice thank you. Thank you very much for having me. 6 keer 110 in en in dit geval een 160 erbij, dus je kan het ook bij de fabrikant helemaal op maat laten maken, maar standaard 6 maal in. Dan gaat hij hier gaat het water in. Deze kamer is mooi groot, dus je hebt echt heel veel buffer, hè? Dus dat is vaak zie je. Je hebt ook de normale, die is een stuk smaller hier, waardoor je ja, minder buffer hebt. Dit is heel mooi en dan krijg je hier de seal. Dit is een gepatenteerde seal. Dit is dus een harde seal. Er zit wel een rubber onder. Maar er zit een harde seal die ervoor zorgt dat er echt geen water langs de trommel
het filter ingaat. Dat zie je heel vaak bij trommels gebeuren en dat is natuurlijk zonde. Dan de 8 nossels, goede nossels, geen nosseltjes die recht op de buis staan, maar gewoon echt op de dingen staan. Die staan er. Die staan erop met een superkrachtige spoelpomp. Dat is ook heel belangrijk dat die trommel goed schoon blijft. De goot loopt schuin af, dus het vuil gaat allemaal naar de 110 afvoer. En zorg dat je die ook altijd op 110 laat. Hè. Dus 110 afvoer. En achterin, maar dat zie ik waarschijnlijk niet met deze camera. Achterin zijn er nog borstels die draadallig, dus niet hier, maar hier zitten borstels die ervoor zorgen dat je dat het draadallig er niet om de as gaat en dat het gewoon goed niet aan de achterkant van de goot blijft hangen. Dat wordt heel vaak dat er een soort blok met organisch materiaal. Dus dat is helemaal te gek. Nou ja, dan gaat hij hier met 4 keer 110 naar het mega grote bewegend bedfilter. 3 meter hoog, 3 meter 5 hoog. Ja, super gaaf. 4 keer 110 in met genoeg gaten. Dus dit is weer de som van de 110 makkelijk. Dus er zitten meer gaten in dan dat er een opening zit. Dit was een hele spoeling en hij spoelt op het moment 2 keer in het uur. Dat is echt helemaal niks, dus dat is helemaal goed. Ze verversen natuurlijk ook. En er wordt een Bacto Power gebruikt om het filter op te starten. Dat hangt hier in een nylon kous, omdat er, ja, er is zoveel flow, maar ik heb ook heel veel bewegend bed in. 1500 liter. We zitten nu op de 700 liter. Bewegend bed, maar iedere dag doen we een zak bij. Net erin gegaan, waardoor die zo is. Maar je zal zien, over een uurtje is die weer helemaal in beweging. Nou, laten we naar de vijver gaan. Want we gaan nu vissen. Het draait alweer 2-3 dagen. Water is goed, dus we gaan vissen erin brengen. Zijn we dan deel 2 noemen we. Serie 2. Deze vijver is helemaal goed. Ik heb nog een UV, een extra UV op een bio-UV. Kees die is vorige keer gebleven, maar zijn baard wil niet groeien. Dus die gaat straks wel weer mee. Maar we zijn hier nu een paar dagen. Want en die vijver ziet hem nu bijna niet weg. En die vijver mooi maken. En er komt ook een trommel op. Een 50-55. En een super groot bewegend bed. En een bio-UV. En een normale UV. Dus het wordt een, ook een top vijver. Deze vijver is glas en glas en glas. Hè. Dus ook, bijna geen zweefvuil of iets drijven. Bodem is natuurlijk wel gewoon groen geworden, hè, dus de randen en zo, maar geen draden, geen draadallig, hè. Je ziet geen, gewoon, ja, kleur.
Θέλω να